Waar ik het meeste last nog van heb nu, tenminste dat denk ik dat dat het is, dat mij geleerd werd dat je gedachten en je gevoelens, dat die er eigenlijk helemaal niet zo toe doen. En sterker nog, die kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Die kunnen je weghalen bij het allerbelangrijkste, bij God, bij die ware leer dan ook. Dus het ging erom dat je gewoon eigenlijk gehoorzaamde, volgde. Dat je deed wat er in de Bijbel staat. En dat was de waarheid. En wat je dacht, wat je voelde, dat was niet de waarheid. Ik heb hem op catechisatie, heeft de dominee een keer gezegd. Dat vond ik ontzettend beangstigend. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt. Want denk erom, het kan zijn dat we een keer op een begrafenis staan bij iemand en dat we allemaal zien dat de dode opstaat en dat hij dan zegt van, nou, de hemel bestaat gewoon niet. En hij zei dan gebeurt dat niet, want wij weten, het gaat erom wat je weet, wat er in de Bijbel staat, we weten als iemand sterft dat hij dan naar de hemel gaat. Dat we allemaal goed onthouden dat de duivel ook een groepshallucinatie kan geven, dat iedereen denkt van, nou, maar dit klopt helemaal niet met wat in de Bijbel staat, maar we zien het toch gebeuren. Als dat gebeurt, dat doet de duivel. Er zijn heel veel mensen die gaan bij de kerk weg en die hebben nergens last van. Er zijn ook mensen, juist de mensen die er heel serieus mee bezig waren of die heel gevoelig zijn, die hebben daar vaak veel meer last van. En dat wordt ook wel religieus traumasyndroom genoemd. Dat is een naam voor de verzameling klachten, lichamelijk en psychisch, die mensen kunnen hebben als ze uit het geloof gestapt zijn. Angst voor vreemde geluiden bijvoorbeeld, angst om naar de hel te gaan nog altijd, angst voor veroordeling. Er zitten hele diepe angsten vaak die mensen, ook als ze er al jaren uit zijn, nog steeds voelen en waar ze niet los van kunnen komen. In mijn lijf zit nog wel angst en daar ben ik pas nog voor in traumatherapie geweest en dat heeft me echt enorm opgelucht. Dat had te maken met de angst voor de laatste bazuin. Dat was, ja, dat zou voorafgaan aan de komst van Jezus op de wolken. Die dan terug zou komen om te oordelen. De levenden en de doden. En dat laatste oordeel, ja, dan was er ook geen escape meer. Op dat moment ging je of naar de hemel of naar de hel. En ja, waar je dan op dat moment je bevond, dat bepaalde God dan natuurlijk. Maar als ik dan als kind aan het spelen was in de brandgang, dus 3, 4 jaar... En ik hoorde een geluid waarvan ik dacht, wat is dat? Dan gelijk die angst van, de laatste bazuin. Als het maar niet de laatste bazuin is. En gelijk dat koekje wat ik gestolen heb. Ik had een grote mond, ik heb niet geluisterd. En gelijk al die dingen. En geloof ik wel echt, de angst. En dat ik ook op mijn knieën in de brand gewoon, oh Heere God, alsjeblieft. Zo van, misschien heb ik nog een paar seconden. En dan kan ik nog gauw om vergeving vragen. En dan kom ik misschien alsnog net in de hemel. Maar misschien ook niet. Misschien telt het al niet meer. Omdat Jezus al onderweg was. Dat wist ik niet. Maar die angst was er zo vaak als kind. En dat heb ik dus... Dus voordat ik die traumatherapie had gedaan, had ik dat nog steeds in mijn lijf zitten. Als ik een geluid hoorde wat ik niet thuis kon brengen, dan die reactie van... Ik was echt geen haar op mijn hoofd die dacht, oh, dat kon de laatste bazuin wel eens zijn. Want ik geloof niet dat er ooit een laatste bazuin gaat klinken nog. Maar... mijn lijf reageert nog net als toen. En dat zit er heel erg in. En dat hoor ik ook van anderen met wie ik erover praat. Dat het echt het gevoel van, je bent getraumatiseerd. Die angst is zo heftig en zo diep. En het is erger dan doodsangst. Want doodsangst zou de ergste angst zijn die een mens heeft. Maar eeuwige doodsangst, wat mij betreft, is dat nog erger. En ja, dat wordt ook beaamd door mensen die ik daarover spreek, die dat ook meegemaakt hebben, die ook zeggen, ja, je kunt het niet uitleggen. Mensen die het niet kennen, die snappen het niet. En die hebben zoiets van, ja, het is maar een verhaal, weet je. Ja, je hoeft dat niet te geloven. Je gelooft het nou toch niet meer, dus. Maar zo, het is geen jas die je uittrekt. Hè. Het is niet iets wat om je heen zat, van je omgeving tot je kwam. Het is iets wat in je is. In je zat. Je identiteit werd erdoor bepaald. Je wereldbeeld, je mensbeeld. Alles werd bepaald door dat geloof. En dat laat je dus ook niet zomaar weg, dat los. Dat zit echt in alles, in je hele systeem, in elke vezel, zeg maar, in
alle cellen. Het is echt je blauwdruk. Voor mij is het echt winst om wel in contact te staan met gedachten en gevoelens vooral ook. Dat is echt een rijkdom, een enorme wereld die voor me openging. En die eerst heel beangstigend was. Omdat, ja, mijn gevoelens, zodra ik daarna ging luisteren, en dat was in eerste instantie in de tijd van mijn scheiding begon dat, ben ik bij een therapeut terechtgekomen. Het was eigenlijk nog omdat de kerk dat zo graag wilde, want die therapeut moest mij, ik was niet helemaal goed en ik had waarschijnlijk een depressie of zo, dacht iedereen dat ik zwanger was, dus het zal wel een prenatale depressie zijn. En er was van alles met mij mis, maar die therapeut die zou mij dan wel vertellen dat ik dus weer terug moest gaan. Die zou aan mij werken zodat ik weer terugkom. Maar ja, dat was natuurlijk helemaal niet mijn insteek. Dat is ook nooit gebeurd. Maar die therapeut leerde mij wel heel veel. Die leerde mij bijvoorbeeld dus dat ik helemaal niet... dat ik helemaal niet in mijn eigen kracht stond. Ik wist niet wat ik wilde, wat ik voelde, wat ik nodig had. Ja, ik wist alleen maar wat er in de Bijbel stond, zeg maar. Maar ja, daar koop je niet zoveel voor eigenlijk. Naar mezelf luisteren en mijn pijn leren kennen... En mijn boosheid en eigenlijk daardoor ook mijn grenzen leren aangeven. Dat heeft me veel meer geholpen om een gezond mens te worden die anderen respecteert. En ja, in zichzelf natuurlijk ook. Daar begint het mee. Dus je moest je naaste lief hebben als jezelf, beminnen. Maar het kwam niet van binnenuit. Dat was te moeilijk. Dat kon ik ook helemaal niet. Ik kon mezelf niet eens beminnen. En nu kan ik wel beminnen. Mezelf. En ja, ook de ander. Het is nu veel makkelijker. Niemand hoeft tegen mij te zeggen, heb je naaste lief? Dat gaat vanzelf. Ik heb mezelf lief, ik heb het leven lief. Ik heb de bron van het leven lief. Misschien is dat God, maar misschien ook nog niet. Dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar ik zeg er ja tegen. En ja, dat is eigenlijk mijn gezicht.